Ja, we staan hier bij een bedrijf. Dat doet in onderhoud van boten. Nou, daar staan een aantal zeecontainers stonden daar in brand op het terrein. En die brand is overgeslagen vanuit de zeecontainers naar een loods, een tent die daarnaast staat. De brandweer heeft gelukkig snel kunnen inzetten. De vier containers zijn dan wel zwaar beschadigd. De tent is eigenlijk grotendeels gered, bouwden ze een gat in het dak. De vier zeecontainers, dat is eigenlijk de plek waar de brand met name gewoed heeft. Die waren in gebruik als werkplaats en daar stond wat opslag van bijvoorbeeld. Er stond wat diesel en er stonden wat gasflessen. En eigenlijk door de snelle inzet van de brandweer zijn die zaken, de diesel en de gasflessen, buiten de brand gebleven. Dus dat is positief. Omdat de brand eigenlijk meteen ook uitslaand was en overdreigde te slaan naar die loods. Is er snel opgeschaald naar grote brand. Dat betekent, Mark Nessen was hier met een blusvoertuig, Emmeloord. En we hebben assistentie gekregen van auto's uit Vollenhoven en Kuiren. Met name aan het begin van de brand rookte die, was er wel echt wat rookontwikkeling. Maar we hadden een beetje het geluk dat de wind de goede kant op stond en dat die niet richting het dorp ging. En zoals ik aangaf, hadden ze de brand snel onder controle. Dus nam ook de rook weer snel af.